Goedendag. Er waren best wel wat verschillen vandaag in Nederland. Op de satellietfoto kunnen we dat ook wel duidelijk laten zien. In het zuidelijk deel van het land, daar was veel zon. Maar in het noorden trokken toch vrij veel wolkenvelden over. En er viel zelfs een spatje motregen uit. Dat betekent ook dat we grote verschillen zagen in de foto's die we ontvingen. Op sommige plekken was het echt prachtig weer met veel zon en bewolking. Maar in Beverwijk bijvoorbeeld ontving ik een foto vol met motregen. Dat was een grijs en grauwe dag, een deel van de dag in ieder geval. Nou, die kans op neerslag die wordt de komende dagen wel echt heel erg klein. En de zon die zal ook steeds meer in het noorden gaan schijnen. En dat komt door een hoge drukgebied dat boven Centraal Europa ligt. En langzaam maar zeker steeds meer invloed gaat krijgen op het weer in onze omgeving. En dat betekent dat het rustig weer zal zijn met brede opklaringen. De wind die gaat zelfs wat meer naar het oosten en zuidoosten in het weekeinde. En dat betekent dat er ook nog wat drogere lucht gaat komen, waardoor bewolking helemaal op afstand wordt gehouden. Volgende week dan krijgen de depressies boven de oceaan langzaam maar zeker weer wat meer grip op ons weer. Het hoge drukgebied dat trekt dan weg naar het oosten. En dan kan er weer eens af en toe een storing ons bereiken. Maar tot die tijd dus droog weer. Nou, vanavond en vannacht is het ook heel rustig. En morgen overdag beginnen we dan met zonnige perioden. Hier en daar eerst nog wel vrij veel bewolking, met name in het noorden van het land. Maar ook daar gaat de zon geleidelijk aan doorbreken. Temperatuur ligt tussen de 14 en de 16 graden. En dan waait een matige wind uit het zuidwesten. En die zuidwestenwind die staat ook komende nacht bijvoorbeeld. En dat betekent dat de kans op mist morgen heel erg klein is. En het weekend, dat ziet er ook stralend uit. Ik kan het niet anders omschrijven. In het midden van het land verwachten we temperaturen van zo'n 13, 14 graden. Dat is nog steeds zeer zacht voor deze tijd van het jaar. Voor het zuiden mag u er nog wel 1 of 2 graden bij optellen. En maandag blijft het waarschijnlijk ook nog droog. En vanaf dinsdag dan wordt het allemaal weer wat onzekerder. Dan moeten we er rekening mee houden dat er misschien weer eens een bui gaat vallen. Ook op woensdag hebben we een buiensymbool in de kaart gezet. En wat dan verder opvalt is dat de temperatuur geleidelijk aan weer iets gaat dalen. Nog een fijne dag.